Hallo, wat onthouden we van deze grafiek? Ten eerste, op lange termijn loont het om te beleggen in aandelen. Als we naar de geschiedenis kijken van de MSCI Europe, zien we dat deze in 30 van de afgelopen 38 jaar steeds een positief jaarlijks rendement had. Ten tweede, correcties zijn de normaalste gang van zaken op de beurs. Elk jaar is er wel een correctie met gemiddeld gesproken 10 à 15 procent. Dus dat is zeer normaal. In dat opzicht waren de jaren 2016 en 2017 eerder abnormaal, want in die jaren hadden we slechts zeer beperkte correcties. Onze conclusie is dan ook zeer duidelijk: op lange termijn loont het om te beleggen in aandelen, want de beurs beloont beleggers die risico in hun portefeuille nemen.